Elmar Schönberger, de ontdekker van Oostvolskaja, heb ik wel eens ergens gelezen. In elk geval voor wat Nederland betreft. Heb ik ook wel eens ergens gelezen, ja. Nee, dat is in ieder geval waar voor Nederland. En toen ik haar leerde kennen, of toen ik haar muziek leerde kennen, dat was een jaar of 20 geleden. In die tijd, dus eind jaren 80, was ik bezig een festivalprogramma voor te bereiden. Voor het Hollands Festival. Dat had in die tijd een Russisch thema. Ik was toen net aangetrokken als programmeur van hedendaagse muziek. Het thema lag er en daar moest iets mee gedaan worden. Ik wist, dat was voor mij totaal braakterrein. Ik wist er niets van. Ben erin gedoken. En ik kwam boven water eigenlijk met een heleboel componisten. En ontzettend veel interessant. Dat is ook uitgebreid hier gespeeld toen in het festival. Maar ik had eigenlijk twee grote vissen, om het nou maar even heel erg plat te zeggen. Waarvan ik meteen dacht, er is echt iets bijzonders mee aan de hand. De een was Gubadulina, de ander was Oostvolskaja. En deze Oostvolskaja, dat bleek een componist te zijn die in de Sovjet-Unie, want het was toen nog net de Sovjet-Unie, al nauwelijks gekend werd, laat staan gespeeld werd. En dat hoorde ik pas achteraf, dat wist ik toen niet. Ik geloof ik alleen in Duitsland, in Heidelberg, wel eens gespeeld was. Eerlijk gezegd is dat voor mij het enige buitenland dat haar muziek ooit gehoord had. Ik stuitte op haar muziek, vooral in de vorm van partituren. Want opnamen waren er nauwelijks. Er was wel iets van er opgenomen. En er waren wat bandjes. En bandjes waren dan vaak kopieën. Of kopieën van kopieën. Of kopieën van kopieën van kopieën. Ging het zo, ging het daar. Ja. En toen ik dat werk leerde kennen. Toen ik die partituur in handen had. Toen, en dat weet ik gewoon nog echt heel erg goed. Dat heb je niet zo vaak. Echt wel heel veel verschillende soorten muziek. Van heel veel componisten die ik niet kende in handen gehad. Maar ik zag eigenlijk wel meteen. Dit is iets wat ik nog nooit eerder heb gezien. Hier is iets aan de hand. Wat weet ik niet, maar er is iets mee aan de hand. Nou ja, goed, dat heb ik toen gekoesterd. Partituren meegenomen. Steeds weer ingekeken. En toen de gok gemaakt. Dat was echt wel een soort gok. Om van deze componist die niemand kende. Nauwelijks in Rusland. In Petersburg. Laat staan daarbuiten. Om van haar in dat festival eigenlijk een substantieel deel of een representatief deel van haar oeuvre te spelen, te laten uitvoeren. Onder de Tweede Symfonie, waaronder een paar van haar composities geheten. Composities, ze heeft drie composities, heten composities 1, 2 en 3, een aantal pianosonates, het octet. Van niets opeens iets. Dat was het begin, zo ja. Begonnen. En, maar die partituren waren dus wel, in Rusland althans, of in Sovjet-Rusland, waren wel uitgegeven al op dat moment. Ja, die waren wel uitgegeven. Daar werd niet of nauwelijks iets mee gedaan. Als je haar werklijst overziet en je vergelijkt de jaren van ontstaan van stukken, van het componeren van stukken en van de eerste uitvoering, daar zijn vaak 10, 20 jaar verstreken voordat ze tot klinken kwamen. Dat is bijna een pro forma aangelegenheid die mij ook wel verbaasd heeft. Er zijn ook een aantal composities uit de jaren 70. Die composities heten, compositie 1, 2 en 3, dat zijn werken met religieuze titels. Waren ook al uitgegeven, behalve dat die titels, die oorspronkelijke titels, niet vermeld waren. Die stukken werden zonder titel uitgegeven en zijn pas na de hand, ook toen ze door haar Duitse uitgever Sikorsky werden overgenomen, van de titel voorzien. Die zij voorzien. Precies. Die stukken van haar, die hebben daar als een soort vondelingen in bibliotheken gelegen. En er was een enkele muzikus die zich erover ontfermd heeft. Iemand als Oleg Malov, een pianist, die is belangrijk voor haar muziek geweest. Dat is ook heel lang beschouwd als haar lijf uitvoerder.
Die heeft ook een aantal van die werken in première gebracht en zijn best gedaan om te spelen waar het mogelijk was. Maar dat is eigenlijk allemaal toch pas een beetje op gang gekomen op het moment dat, realiseren we ons achteraf, zij is opgehouden met componeren. Kijk, ze heeft het laatste stuk gecomponeerd in 1989. Zeg ik dat goed? Ja, de vijfde symfonie, dat is ook 89. 90 kan ook een jaartal even over af zijn. Ik weet wel dat ik bij de première van dat stuk was. Dat was in april 1991. En dat was op een concert dat geheel aan haar werk gewijd was. Wat ik al heel bijzonder vond. Maar in 1991 zitten we dus na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Dan zitten we dus in Rusland. En ook niet meer in Leningrad, maar in Sint-Petersburg. Dat concert was geheel aan haar werk gewijd. Dus een monografisch concert met een duet voor viool en piano. Onder andere de vioolsonaten en de première van die vijfde symfonie. En er is gebleken, want ze heeft daarna nog 16 jaar geleefd, dat het haar laatste werk was. We hebben al die jaren natuurlijk al gewacht, ook al gevraagd of ze nog een stuk wilde componeren, maar er was sowieso al geen sprake van dat je... Je kon het wel vragen, maar het had geen enkele zin. Een stuk liet zich niet afdwingen, liet zich niet beaftraken, zoals ze het in Duits zeggen. Kon je niet bestellen bij haar. Dat kwam of het kwam er niet. Maar goed, toen achteraf bleek het dus... wat ik wel een mooi ding vind... Bij haar laatste première aanwezig geweest te zijn. En nu denk ik wel... God, zou het helemaal toeval zijn... dat componeren van haar ook gestopt is... op het moment dat de Sovjet-Unie is opgehouden te bestaan. Ik denk toch dat, dan moet je altijd voorzichtig zijn met erover te speculeren. Dat zijn natuurlijk ondergrondse dingen, zeker geen bewuste dingen. Maar zij is toch, ik denk toch dat een motor van haar muziek is geweest om zich als het ware te weer te stellen tegen een land en tegen een cultuur. En tegen, waar ze iets mee te verhapstukken had, zal ik maar zeggen. En nou ja, vanaf eind jaren 90 is dat anders geworden. En haar positie is natuurlijk ook veranderd. Ze is gespeeld gaan worden. Wat ze allemaal omarmd heeft. Wat ze geweldig heeft gevonden. Maar nou ja, goed. Als je, ik wil heel voorzichtig zijn met speculeren. Maar het is toch wel een heel bijzonder toeval dat 1989 de datum van het laatste stuk... een beetje samenvalt met de instorting van dat Rijk. Ze was natuurlijk het tegendeel van de Sovjet-componisten. Maar het is wel zo dat ze deze componiste is geworden die ze was. Dat heeft wel alles met de Sovjet-Unie te maken. Maar dan in de zin van, ik zou zeggen tegen. Ik heb ooit een stuk over haar geschreven in Trouw. En daar noem ik haar held. En niet een held van. Maar tegen de Sovjet-Unie. Componisten en kunstenaars werden altijd graag verklaard tot held van de Sovjet-Unie. Dan kregen ze medailles en Leninorde en dat soort dingen. Nou, zij was nou een held tegen de Sovjet-Unie. Ja. Tegelijk heeft ze, zoals iedereen natuurlijk, een moeizame verhouding gehad tot de Sovjet-Unie. Niet een eenduidige. Want ze heeft ook stukken geschreven die omarmd werden door het regime. Ja, is dat heel anders dan het werk waarmee ze hier bekend is geworden? Ja, ik ken dat ook maar voor een deel, moet ik je zeggen. Maar bijvoorbeeld het stuk dat nu uitgevoerd gaat worden in dat festival, Poema geheten. Het bijzondere is toch wel van dat stuk, dat je daar... daar hoor je iets in van de obsessie en de ik zou zeggen, het radicale wat we later in latere stukken tegenkomen, daar hoor je toch iets van terug. En sowieso, kijk, Oezwolska stelt zichzelf, het mens stelde Oezwolska graag voor als een soort komeet, iets komt eraan en dat vanuit het niets naar het niets. En dat is natuurlijk niet helemaal waar. Zij komt ook ergens vandaan. Wat niet wegneemt dat de manier waarop ze haar eigenheid vanaf die
of in 1950, een hele vroege stukken als het octet, die eigenheid onmiddellijk ontwikkeld heeft. En dat is ook echt een eigen ding geworden. Maar het heeft wel zijn wortels. Het heeft wel zijn wortels in de muziek waardoor ze omgeven was. Onder andere wortels in de muziek van Shostakovich. Dat hoor je aan haar pianoconcert, zijn vroeg werk. Maar dat hoor je ook in dat poëma. Nee, ze heeft dus een aantal stukken geschreven waarmee ze, als het ware, zich lippendienst heeft bewezen, zoals veel componisten, aan de Sovjet-Unie. Suite zus en suite zo en een poëma dit, een poëma dat. Het poëma dat hier wordt uitgevoerd, dat is oorspronkelijk geschreven. Nou, wat was het nou ook alweer? Ik ben alweer vergeten, maar in ieder geval voor heldhaftige arbeiders die op de steppen iets bevechten. Het fijne ervan wel weer vergeten, maar goed, zo'n mooi typisch Sovjet-thema. Ze schijnt ook veel muziek geschreven te hebben, daar is niets meer van over, niets meer van terug te vinden. Het is natuurlijk ook voor haar een manier geweest om geld te verdienen. En om deel uit te maken van het muziekleven. Maar eigenlijk is ze daar toch al vrij snel mee opgehouden. Het bijzondere is dat de stukken die wij als typisch Uzwolskaya beschouwen, dat begint dus vanaf het octet. Die stukken, dat zijn al stukken uit de jaren 50, de vorige jaren 60. Op dat moment is zij muziek gaan schrijven waarvan ze wist dat niemand erop zat te wachten. Dat die totaal ongewenst was. Dat die buiten elke muziekpraktijk vielen. Dus die tweespalt die veel Sovjet-componisten kennen, namelijk aan de ene kant voor de schrijflade componeren, voor de bureaulade componeren, en maar hopen dat er ooit eens iets van komt. Aan de andere kant lippendienst bewijzen aan de staat. En dat is trouwens niet altijd lippendienst, want ongetwijfeld zijn er ook door veel componisten met veel overtuiging diensten bewezen aan de staat, maar voor een deel is het ook lippendienst. Obligaat maakwerk, zullen we maar zeggen. Ook aan dat, dus aan die tweedelingen, dat patroon is er niet ontkomen, maar ze heeft zich daar toch wel heel vroeg al van vrijgemaakt. Ja. Shostakovich was haar leraar, ja. Maar hij heeft geloof ik zelf al eens gezegd dat hij meer door haar beïnvloed is dan zij door hem. Ja, dat is een uitspraak, dat is een van die uitspraken die steeds weer terugkeert. En dat is natuurlijk een heel veelzeggende uitspraak. En ik geloof het eerlijk gezegd ook wel. Ik geloof niet dat Shostakovich stilistisch door haar beïnvloed is. Je zegt, god, in die maat en in die maat. Ik denk niet dat het zo zit. Hij heeft weliswaar haar muziek geciteerd. Daar zijn de voorbeelden ook bekend van. En, zijn vijfde strijkkwartet is een Michelangelo-liederen. Maar ik zou zeggen, dat is een veruiterlijking van deze invloed. Ik denk dat als het een invloed geweest is, is het toch van een mentale invloed geweest. Ik denk dat, ik kan me goed voorstellen dat Uzwolskaya, dat de houding van Uzwolskaya er een geweest is die belangrijk is geweest voor Shostakovich. En maar het is ook wel zo dat als ik zelf luister naar de late werken van Shostakovich, de jaren 60, zo, later kamermuziek, vioolsonaten, altvioolsonaten, die late liederen. En daar is een soort, ja, een soort wasteland, zou je bijna zeggen. Een soort kaalheid, een uitgemergeldheid, een essentialisme. Waarvan ik denk, god, dat heeft toch wel heel veel met Uzwolskaya te maken. Dus alsof de late Shostakovich niet denkbaar is zonder Uzwolskaya. Ik weet niet of dat zo is, maar daar voel ik, daar zitten de als er sprake is van invloed, dan moet je het volgens mij daar zoeken. Ja, zij heeft zelf ook al eens gezegd, je moet mijn muziek niet alleen niet willen analyseren, muziekwetenschappelijk, maar ze wilde geloof ik zelf ook niet verbindbaar gezien worden met enige andere componist. Ja, ja. En dat, ja, je kunt als je dat negatief uitlegt, kun je zeggen dat het een vorm van, ze heeft een eigen mythe gecreëerd daarmee. Maar dat is natuurlijk iets van waar. Aan de andere kant,
ik denk dat je het moet zien als een manier om de autonomie en de eigenheid te bevechten in een cultuur en in een staat die eigenlijk alles eraan deed om de autonomie van kunstenaars te ondergraven. Ik zie haar niet als een mythomane persoonlijkheid. Ik geloof niet dat ze dit soort uitspraken deed ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Om te zeggen, God, kijk mij, ik heb mijzelf uit het niets gemaakt. Feci ex nihilo. Ik geloof niet dat dat... Het is denk ik een manier om er, de autonomie, de onafhankelijkheid en de tegenheid, om maar te zeggen, het tegen iets zijn, op die manier daar uitdrukking aan te geven. Zo zie ik het. Ze zei dat haar componeren voortvloeide uit een staat van genade. Of dat die staat van genade. En ik denk ook dat dat een oprechte overtuiging is. Absoluut. Wat helemaal overigens weer niet wat niet maakt dat je dan opeens haar als een soort spirituele verdwaasde hoeft te zien. De inspiratie en de discipline sluit elkaar niet uit. Ik heb van meet af aan ben ik ervan overtuigd geweest. En nou, ik moet zeggen dat laatst las ik wat oude dingen terug die ik gelezen heb. Dat ik toen al geschreven heb dat ik het, zonder dat ik het werk geanalyseerd had toen, maar er wel aan voelde, dit is niet iemand die zich laat leeglopen op papier. Dit is gemaakte muziek. Dit is gecalculeerde, niet in de zin van constructivistisch, maar dit is muziek waarover nagedacht is. Dit is, kan niet anders zeggen dan. Dit is het tegendeel van leeglopen muziek. Dus die genade moeten we ook niet zien als iemand die wie de hand door een onzichtbare kracht wordt over het papier wordt gevoerd. Dat geloof ik niet. En als het wel zou zijn, ook goed, als we aan een componist als Bach denken, om even een andere echte maker te noemen. En ik zou zeggen een constructivist. Iemand, ik hoef je de voorbeelden niet te noemen. Het tegendeel van iemand die leegliep. Als er één muziek is rijk aan beschrijfbare en analyseerbare structuren, is dan de muziek van Bach. Tegelijkertijd heeft de man zo ontzettend veel geschreven dat het onmogelijk is dat hij over al die structuren heeft nagedacht. Dat ging op zijn ruggengraat. Ja, sommige ruggengraten werken nou helemaal zo. Dus dat vind ik al verder niet zo'n belangrijke vraag. Of in hoeverre daar nou een hoop gepuzzel en gegrum en geschrap aan te pas is gekomen. Natuurlijk geloof ik als iemand, als Ossolskaja zegt, ik componeer wanneer ik in een staat van genade verkeer, dan geloof ik dat. En welke vorm dat precies aanneemt, heb ik er niet zoveel mee te maken. Maar wat ik al zei, dat kan via de ruggengraat gaan. En misschien gaat het ook wel met heel veel schrappen en gummen. Genade en maken en construeren kunnen heel goed samen gaan. Ja.